Gefeliciteerd met de overwinning, gefeliciteerd met je debuut, want zo mag je het wel noemen. Hoe ging het? Ja, ik vind dat het in het begin net wel eens moeilijk was voor mij. Het was de eerste wedstrijd, maar de tweede helft ging het wel beter en ik ben wel tevreden. Voor mijn gevoel ging het wel redelijk goed, dus ja, geslaagde avond. Hoe anders was het dan bij de belofte op maandagavond? Ja, toch andere spelers en daar ben je niet echt gewend. Ja, bij Jong ben ik meestal wel, de mechanismen zijn daar wel anders en zo, maar ja, er stond iets meer druk op. Dus maar ja, was wel leuk. Dus, Brengt je dat voor je gevoel ook weer een stapje dichterbij? Ja, natuurlijk is altijd motivatie als je met de eerste selectie mag meedoen. Ja, ik kijk altijd naar de toekomst en het gaat goed. Ik hoop dat ik een stapje dichterbij ben, maar ja, ik concentreer me nog gewoon altijd op mijn wedstrijden bij Jong. En wat daarbij komt is mooi meegenomen. Ik ben nu 20 jaar, dus het zou nou wel moeten komen. Zeg maar. Wat doe je met het shirt? Of, krijgt dat geen speciale plek? Ja, natuurlijk. Ik ga het inlijsten en daarna thuis ophangen. Ik denk dat ik die aan mijn broertje ga geven. Want hij is altijd met mij bezig en hij is mijn grootste fan. Dus hij gaat hem krijgen.